Ja, ik heb nou wat in mijn net zitten. Dat hoop je alleen maar dit is een van de absolute monumenten van het water. Een hele oude spiegel, ja, een rijen. En ja, prachtige oude vis, gewoon. Ja, een van de vissen van dit water. Goedemorgen. We staan aan een klein verenigingswater. Een water wat mij een enorme uitdaging gaat bieden, want ik heb hier nog nooit gevist. Ik ben hier twee keer geweest, één keer om te peilen en één keer om te observeren en that's it. Ik neem jullie vandaag mee van hoe ga je dat nu aanpakken? Waar let je nu op? Hoe leg je de hengels weg? Waarom? Welke keuzes maak je? En dan hoop ik natuurlijk dat er ook een vis uitkomt. Garantie kan ik niet geven, we gaan ons best doen. Maar ik neem jullie vandaag mee in mijn visserij op een water wat ik nog nooit eerder heb bevist. Nou, als ik de mogelijkheid heb om een rondje te lopen, dan zou ik dat niet laten. Het is vandaag rustig aan het water. Er is nog niemand. En geef mij de kans om de oeverzones wat af te speuren naar tekenen van karpenleven. Kijken hoe de waterplanten groeien, hoe de bomen eroverheen hangen. Dan hoop ik natuurlijk een vis te zien. Nou, waar ik heel erg op let is tot waar groeien de waterplanten. Ik mag graag tegen randen van waterplanten aanvissen. Ook overhangende takken zijn zeer interessant. Ik probeer gewoon een beeld te krijgen van hoe de oeverzone is opgebouwd als het ware. Open riet is ook altijd interessant. Zoals ik al zei, ben ik hier al wel een keer eerder geweest. Ook met een peilhengel. Heb ik het water al uitgepeild. Het is een relatief klein water. Ongeveer een hectare denk ik. Het is niks anders dan een diepe kuil als het ware met kleine talutjes in de oeverzone. Die zijn hard, middenin is het heel erg zacht. En ik denk dat het toch vooral ook in de oeverzone gaat gebeuren. Ik zie hier een hele mooie rietkraag. Ik heb gepeild, daarvoor staat 1 meter, 1 meter 10 water. Er zit ook een waterplantenrandje. En ik denk dat dat echt wel een plek is waar ik vandaag in ieder geval een paar uur een hengel ga neerleggen. Het ziet er heel karperachtig uit, om het zomaar te zeggen. Nou, we zien daar al een bellenplakkaat. En als ik zo even een inschatting maak, is dat onderaan het talud waar het naar een meter of 6 loopt. Maar waar ben ik nu precies naar op zoek? Ik weet, nogmaals, middenin is het heel erg zacht. En dat is best wel een behoorlijk rottende bodem. Daar vis ik liever niet op. Dus als ik al in het midden vis, dan ben ik op zoek naar iets hardere plekjes. We zagen net een azende vis. Ik moet wel zorgen dat die dan redelijk goed ligt, niet echt in het hele modderige gedeelte. Ik denk dat ik daar een redelijke kans kan maken. Aan de andere kant weet ik dat het vooral ook te doen is in de oeverzone. Het nadeel daarvan is, iedereen die hier vist, en dat heb ik tijdens een observatierondje een keer gezien, vist hier in de oeverzone. Dus daar zal de vis ook iets schuwer zijn. Dus daar ligt wel weer een uitdaging. Zoek je het wat meer middenin, waarin de vis zich misschien wat meer vertrouwd voelt, maar waar je misschien sneller slecht ligt met je aas, of zoek je het onder de kant waar de aaspresentatie misschien iets beter is, die vis wat gemakkelijker komt, maar misschien iets omzichtiger aast. Daar ben ik nu over aan het nadenken. Ik zit er uiteindelijk aan te denken om gedurende de dag en de nacht verschillende plekjes te gaan bevissen, zowel in het midden als in de oeverzone. We zagen zojuist aasbellen. Althans, ik ga ervan uit dat het aasbellen zijn. Maar hoe kun je nu zien? Hoe kun je zeker weten dat het aasbellen zijn? Soms best wel eens moeilijk. Als de aasbellen zich verplaatsen, nou, dan kun je er zeker al van uitgaan dat het vis is. Als het hele fijne aasbelletjes zijn, is het waarschijnlijk zeelt. Zijn ze iets grover, is het waarschijnlijk karper. En als je het heel goed kunt zien, en ze zitten goed in de bodem te vroeten, dan zie je als het ware dubbele aasbellen komen. Dan gaan aan de linkerkant en aan de rechterkant komen die luchtbellen dan door de kieuwdeksels omhoog. Dan krijg je als het ware een beetje een soort dubbel bellenspoor, links en rechts van de kop. Ja, dan weet ik bijna zeker dat het karper is. En des te groter dat die ruimte is tussen die bellensporen, des te breder is de vis, des te groter is de vis. Dus daar kijk ik vooral naar. Verplaatsen ze zich? Ja, en wat voor type aasbellen zijn het? Je mag hier met twee hengels vissen. Wat ik dan heel belangrijk vind, is dat je niet slechts twee stekjes uitkiest, uitpeilt, uitzoekt. Maar dat je misschien wel 4 of 5 plekjes hebt. Zeker als je een langere sessie hebt, dat je wat uitvalsmogelijkheden hebt, dat je wat anders kunt proberen. Je moet kunnen schakelen, hè, om op lange termijn uiteindelijk succesvol te kunnen zijn. Je kunt hem al heel lang laten liggen op één plek.
Wat zegt dat dan? Hè? Ja, als je goed vangt, heb je misschien geluk, maar dan weet je nog steeds niet. Of misschien nog wel beter was geweest op die andere stek, of juist andersom. Dus variëren in de stekken die je vist is zeker in het begin heel erg belangrijk om op langere termijn succesvol te kunnen zijn. Uiteindelijk heb je het heel goed voorbereid. Heb je gepeild. Heb je gekeken wat andere vissers doen. Heb je informatie verzameld. En dan moet je keuzes maken. En welke keuzes maak je dan? Uiteindelijk dan is het toch niks anders dan gewoon proberen. Een aantal stekjes uitgepeild. Je legt hem weg. Je vist een paar uur. Je moet toch je uren maken om uiteindelijk een beeld te krijgen wat voor jou op dat moment het beste werkt. Dus je hebt enige houvast, maar ja, een garantie geeft dat natuurlijk nooit. Maar het is in ieder geval heel belangrijk dat je weet waar die vist, hoe dat het bodemverloop is, hoe dat de bodem is samengesteld. Dat je wel analyses kunt maken op het moment dat je wel beet krijgt, of juist niet natuurlijk. Ja, en nou ik hier zo sta, en ik kijk weer over dat water. Nou, dan kan ik het toch niet laten om ook terug te gaan naar vroeger. Van dit zijn watertypes die ik als jonge karpenvisser heel veel heb bevist. De lokale vijvers, de lokale watertjes. Het is gewoon prachtig natuurlijk. Gelijk ook weer een uitdaging, want ik bevis dit soort wateren eigenlijk niet meer. Hè? Dus heel veel observeren, ook tijdens het vissen blijven observeren, blijven nadenken. En ook terugdenken naar hoe deed ik het vroeger ook alweer. Hè? Dus ik moet wel even dingen terughalen over... Hoe ik het destijds deed, maar ik heb er ongelooflijk veel zin in. Prachtig hier, prachtig. Nou, we hebben nu een rondje gelopen. Ik heb een nog beter beeld gekregen van het water dan ik al had. En dan komt toch het moment dat je eindelijk met die hengels aan de slag kunt. Waar mijn hengels nu gereed. Ik kan niet wachten om ze in ieder geval ook alvast in te leggen. Ja, en des te langer dat ik hier nu ben, des te meer gevoel krijg ik ook bij het water. Dat is... Ook altijd wel een fijn gegeven. De motivatie neemt alleen maar toe. Dus ik ben mijn rig aan het klaarmaken. Dit is de rig waar ik voor gekozen heb om hiermee te vissen. Het is een rig waar ik vroeger veel mee gevist heb, dus waar ik ook vertrouwen in heb. Daar haak snel in. Het is een curve short 5 haak. Met een lang stukje krimpkous. En een short aan de hoek. En de hair heb ik bevestigd op een ringetje. En hier zit nog een contragewichtje om het kanteleffect nog iets te versnellen. Het is een rig waar ik vroeger ook veel mee heb gevist. Wat dat betreft gaan we hier ook weer mee een stukje terug in de tijd. Maar goed, wat toen goed was, is nog steeds goed. Hoe ik deze rig precies knoop en welke materialen ik daarvoor gebruik, laat ik jullie zo meteen zien. En terwijl Roelof de hengels uitvaart, heb ik nog even de tijd om jullie te wijzen op een actie die tot het einde van deze maand loopt. Namelijk dat je kans maakt op een Horizon X6 landingnet te waarde van €249,99. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken is zorgen dat je abonnee bent van ons YouTube kanaal en dat te laten weten in de comments. Heel veel succes! Hengels liggen in. Dat was het mooiste moment natuurlijk, van dan ben je echt aan het vissen. De rechterhengel die ligt echt strak achter een bed met waterplanten. Dus ik hoop dat die vis daar langs die waterplantrand trekt, ja, dan mijn voer oppakt, heel strak kunnen wegleggen. De linkerhengel ligt op het talutje, 2,20 meter diepte. We hebben lichtjes bijgevoerd van ja. Ik vis voor een vis. Het gaat me niet om aantal. Ik moet eerst maar zorgen dat ik überhaupt beet krijg. Ik moet ergens beginnen, dus niet te veel voer bijgevoerd. En zo net echt hier nog geen 10 meter uit de kant. Dus echt richting de linkerhengel. En dan klapte er een vis echt vol bovenuit. Een enorme dreun. Dus er zit in ieder geval vis in de sector van de linkerhengel. Dus dat geeft extra vertrouwen. Dan moeten de vissen nog een beetje meewerken. En dan hoop ik zo meteen een vis te kunnen laten zien voor de camera. Thank you.
Ja, de eerste vis is een feit. Lekker. Mooie schub. Leuk aanbeet. Maar vooral ook heel erg spannend zo'n drill. Want daar wil ik eerlijk in zijn. Als de camera op je gericht staat, dan ben je altijd net iets extra angstig dat die vis losschiet. Zo simpel werkt dat nu gewoon. Zeker als het de eerste vis is. Maar hij zit in het net. Ga hem even veilig uit het water tillen. Ze vinden goed langs zijn lichaam liggen. Naar de onthaakmat. Fotootje maken. Filmpje maken. Gaan we weer terugzetten. Maar eerst gaan we hem in levende lijven bewonderen. Dus een beetje aan de zijkant gehaakt. En natuurlijk ben ik er blij mee. Want in mijn beleving is hij ook goed gehaakt. Van ik heb hem gevangen. Maar ik vis met een wafter. En ik heb toch het gevoel dat de haak daardoor wat gemakkelijker door de bek dwarrelt. Dus als ik hem zo meteen weer opnieuw inleg, dan gebruik ik een zenkende boilie. Maar goed, zo zit hij. Nou, prachtige vis. In het laatste zonlicht van de dag. Rug weer mooi omhoog. We gaan nog een paar foto's maken. En dan gaat hij natuurlijk weer terug. En dan hopen we dat we nog één kunnen vangen. Prachtig. Heel erg mooi. Dit is de rig waar ik hiermee vis. Het is een rig die ik tussen 2006 en 2011 veel gebruikt heb op drukbeviste wateren. Het is geen hele nieuwe rig. Hij is wel bezig met een revival op dit moment. Je ziet dat heel veel goede dingen komen uiteindelijk ook weer terug. Maar hoe knoop je die nou? Dat ga ik jullie laten zien. Mijn favoriete onderlijnmateriaal is Camutex Soft. Dan pak je ongeveer een centimeter of 40 van. Knip je af. En dan vervolgens strip je ongeveer 20 centimeter. En dan leg ik op ongeveer 16 centimeter lengte leg ik een klein lusje. Gewoon een hele simpele lus. Met een platte knoop. Herklaar. Pak ik een klein richtringetje, 3,7 mm. Schuif ik op het onderlijn materiaal. En daar leg ik een platte knoop ook gewoon in. Op ongeveer, kun je mooi afmeten op je richtbox, een centimeter of 3. Lengte vanaf de bovenkant van de her. Goed aantrekken. Vervolgens pak ik een curve short haak nummer 5. Die haal ik er zo doorheen. Haal ik de achterkant het uiteinde van het online materiaal aan de achterkant door de haak heen, deze wijze. Nu bepaal ik de lengte van de her, in ieder geval waar het ringetje komt. Ongeveer zo dat je er net niet kan afglijden. Zo is het goed. En dan leg ik een no-knot knoop om de zaak te fixeren. Dat doe ik met 7 wikkelingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Om vasthouden. En opnieuw het uiteinde door de achterkant van het haakoog halen. Naar de binnenkant toe. Goed aantrekken. Zorgen dat de her mooi aan de bovenkant eruit komt. Even aanduwen. Aantrekken. En de haak zit al muurvast bevestigd. Vervolgens neem ik een stukje krimpkous van ongeveer 2,5 centimeter. Die rijgen we ook op het onderlijnmateriaal. Schuiven hem alvast een stukje erop en we kunnen hem zo meteen gaan krimpen. Dan is het belangrijk om nu alvast de anti-tangle sleeve
erop te maken. Omdat er een knoop in komt te liggen waar je hem straks niet meer overheen kunt halen. Ik gebruik graag de tungste anti-tangle sleeve. Die is zwaarder. En die heeft ook niet de neiging om onder water omhoog te gaan staan. Omdat hij zo zwaar is, blijft hij mooi plat liggen. Die rijg ik erop met een boilienaald. Zo. Nog zo, voorzichtig terughalen. Dat hij mooi in model blijft, dat hij niet naar binnen klapt. Kijk, blijft hij mooi getaperd, blijft hij erop zitten. Klaar. Nu kunnen we ook al de lengte van de rig gaan bepalen. Nou, ik vis hem graag op een centimeter of 18. Vanaf het begin van het krimpkous tot en met het einde van de knoop. Dus ik zet hem ongeveer op 19 centimeter. Die knoop die pakt ongeveer 1 centimeter onderlijnmateriaal op. Dus hier. Vouw hem even dubbel. Hier moet hij komen te liggen. Hier leg ik geen platte knoop in, maar hier leg ik een 8 knoop op. Hoe leg je die? Vouw hem dubbel. Vervolgens draai je dit uiteindje een halve slag. Dus dit lusje en dan haal je dat andere lusje daar doorheen. En dan heb je als het ware, als je goed kijkt, een beetje een 8. Vandaar de naam 8 knoop. Die trek je aan. Pak je even dit toeltje erbij. Wees voorzichtig met het aantrekken dat hij niet door je hand flipt, want dan heb je de haak in je hand. Zo. Knippen het uiteinde af. Klaar. Wat we vervolgens doen is de anti-tangle sleeve mooi over het uiteindje duwen. Zo, en voorzichtig over de knoop heen. En dan kun je hem straks zo op je quick change wortel monteren. De onderlijn is al bijna klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is krimpen en een quick change pop-up gewichtje hierop monteren. Dit gewichtje gebruik ik om iets meer inhakend vermogen te krijgen van de rig, zodat hij sneller naar de onderkant van de bek kantelt. Hoe werkt nu zo'n quick change pop-up loodje? Nou, ze zijn er in verschillende gewichten. Ik gebruik graag de SA gewichtje. Binnenin zit een rubberen kern. Neem eens een loodje. Het is trouwens geen lood, het is een loodvervanger. En daar zit een gleufje in. Dan is het de truc om goed aan te trekken dat je die kern als het ware door dat gleufje trekt, die rubberen kern. Zo, en dan de andere kant op. Kijk, en wat ik dan doe, dan probeer ik hem op lengte te maken. Dat ik hem zo meteen zo kan gebruiken. Knip ik hem af. Dan is hij klaar voor gebruik. Hou ik hem zo vast. Pak ik de rig. Dan zet ik hem, het gestripte gedeelte, dat leg ik ook in die gleuf. Dan trek ik hem heel voorzichtig en kijk uit dat je niet de vinger in de haak trekt. Of de haak in de vinger. Dat is een voorzichtig werkje. Maar dan zit vervolgens het loodje perfect op de onderlijn. Dan zit er nog een hele kleine manier van afwerken op. Een hele subtiele manier moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het maken van een shot on the hook. Nou, hoe maak je die nou? Laat ik laten zien. Dit is wikkelgaren. Het is dun, maar het is heel erg sterk. Dan knip ik een lengte van af. Zoiets. Vouw ik hem dubbel. En dan leg ik hier eigenlijk een soort van grinner nog overheen. Dus ik maak een soort strop. Nou, het lusje is gemaakt. Zien jullie? Dan pak ik de haak. Nou, is het een simpel een kwestie van door het lusje halen. En dan heel voorzichtig de knoop opstropen naar de haak. Goed aanduwen.
voorzichtig aantrekken, niet met geweld. En vervolgens kan er een loodje op gemonteerd worden. Dat loodje zorgt ervoor dat als de haak in de carpetbag ligt, dat hij net iets sneller naar beneden kantelt en net iets sneller en agressiever prikt. Nu hoeven we alleen nog maar het krimpkoos in model knimpen en dan is de rig helemaal gereed. Nou, het krimpen van krimpkoos hebben jullie waarschijnlijk al heel vaak gezien. Kwestie van boven de stoom houden van het fluitketeltje en dan krimp je hem in dit modelletje wat je nu ziet. Nou, vis nummer 2 is een feit. Midden in de nacht. Nachtbraken. Heel mooi beschubde spiegel. Een van de jongere generatie. Belooft echt nog wat voor de toekomst te worden, deze vis. Wat een prachtige beschubbing heeft deze. Kijk dan. Dat zijn toch wel visjes waar ik graag voor van mijn bedje kom, hoor. Het is vis nummer 2. Maakt het alleen nog maar mooier, hè? Nog even de andere kant voor de camera laten zien. Nou, kijk, dit wat een mooie schimmen. Echt prachtige vissen. Heel erg mooi. Lekker hoor. Yes. Mooi. Nou, dat was weer heen. Ik wil eigenlijk snel die hengel erin hebben. Ik wil even slapen. Wil ik eerlijker zijn. Wel trusten. Goedemorgen. Ja, ik heb nou wat in mijn net zitten. Dat hoop je alleen maar dit is een van de absolute monumenten van het water. Een hele oude spiegel, ja, een rijen. En ja, prachtige oude vis, gewoon. Ja, een van de vissen van dit water. Prachtig. Gisteren hadden we het er nog over met een local die toevallig voorbij kwam. Zoals ik me al vroeg, ligt hij in mijn net. Ja, dat verzin je niet. Maar ja, je bent er minder blij mee natuurlijk, hè. Prachtig, prachtig. Nou, daar hebben we hem. Of haar, dat weet ik niet. Het monument van dit water. Daar kwamen we gisteren toevallig achter. En zo heb je het erover. En zo heb je hem vast. Prachtige vis. Lang, hij is ruim over de meter. Hij is wat dat betreft echt onthaakmaatvullend. Ja, en vanwege zijn lengte heeft hij ook een behoorlijk gewicht. Je ziet er al een beetje een buikje onder zit. Het is geen vis die een grote pens ontwikkelt, maar hij heeft zich de laatste maand toch zeker lekker volgevreten. Dat is duidelijk te zien. Prachtige vis. Prachtige vis. Ik leg hem even neer, gaan we naar de andere kant bekijken. Nou, deze kant die is nog iets mooier om te zien. Al maakt het bij zo'n vis eigenlijk helemaal niet uit, hè. Maar hier is hij toch een beetje rijenachtig. Duidelijk te zien op de flank. Wat een oude vis, zeg. Ja, die zijn echt zeldzaam aan het worden, hoor, dit soort vissen. Prachtig, prachtig. Ja, wat wil je nog meer, hè? Ik kom voor de eerste keer aan op dit water. Goed, je doet een beetje voorwerk qua pijlen. Gisteren een gesprekje met een lokale visser. Komt deze topvis eruit? Hoe dan? Prachtig. We laten hem bezwemmen.
Magisch. Ja, soms weet ik het ook niet meer. Blij. Prachtig. Nou, ik was een beetje uitgeput. Ik was morgens wakker gefloten nog een keer. Ja, het was ook best een gewichtige vis. Ja, ik had hem bondig samen proberen te vatten nu. Jullie hebben gezien hoe ik zo'n water benader. Hoe ik de stekjes heb gekozen. Ik had 4, misschien 5 opties tot mijn beschikking. Ik ben gaan vissen. En dan weet je nooit wat er gebeurt, maar ik kreeg uiteindelijk toch de eerste vis. Ja, heb je toch een stek waar je vertrouwen in hebt, dan laat je hem liggen. Toen kregen we in de voornacht op rechts ook een aanbeet. Ja, dan heb je daar ook vertrouwen in, dus daar laat je hem er ook nog liggen. En vervolgens vang ik op rechts, vang ik uiteindelijk nog het monument. Ik heb dus nog wel een paar opties open voor de volgende keer. Die ga ik dan bevissen. Maar voor dit moment ben ik blij dat de wijze waarop ik het water benaderd heb, met open vizier, zelf een stukje pijlwerk hebben gedaan, zelf die bodemonderzoek doen. En niet aan mensen vragen waar moet ik hem neerleggen, maar het zelf allemaal doen. Het blijkt uiteindelijk toch ook goed te werken. En dat geeft maximale bevrediging. Dan heb je toch zelf gedaan. In plaats van dat je hem gewoon neerlegt waar iemand anders ooit eens een vis heeft gevangen. En dat vind ik, dat vind ik dan weer mooi dat het dan toch lukt. Het heeft me teruggenomen naar zoals ik vroeger viste. Dat gevoel kreeg ik ook naarmate ik langer bij het water was. Zeker toen de hengels inlagen. Dan word je een beetje één met het water. Hè? En dan hoor je daar, dan maak je onderdeel uit van. Ja, het was gewoon prachtig. En ik moet eigenlijk wel constateren dat mijn visserij van de afgelopen 10, 15 jaar bestond nauwelijks uit het bevissen van dit soort wateren. En ik zit er toch aan te denken, nu ik dit weer heb ervaren, om weer eens terug te gaan naar mijn roots. En dit soort putjes te gaan bevissen. Want ik vind het toch prachtig hoor. Ja, dus ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de vissen. En vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Fox International. En in de Groningen zeg je dan, vergeet je niet te abonneren op het Fox YouTube kanaal, Miel. Mooi.